Nou, je ziet het. Ook op zulke wegjes komen wij. Lekker smal. Ja. Klein stukje buitengebied. Voor één bakje. Altijd spannend, zulke weggetjes. Altijd leuk. Zie je, daar loopt de IJssel. Aan die kant, hè. Niet te smal zoals je ziet, hè. Die viel er niet heel breed. En dan Griekenland. De boeren daar die nemen straks hun tractoren mee naar het centrum van Athene. En dat doen zij uit protest tegen de bezuinigingsmaatregelen die hen treffen. Correspondent Connie Kees. Connie, waar protesteren ze dan tegen? Nou, ze protesteren tegen de verhoging van de belasting, de sociale premies, net als alle andere beroepsgroepen overigens. Maar vooral ook, zeggen ze, worden ze getroffen door de hoge productie. Geef een klein stukje de dijk een beetje op. Een mooi uitzicht hier, het is mooi helder, blauwe lucht. Dan gaan we hier naar beneden. Nou, het is de vraag of een demonstratie massaal wordt. Er wordt verwacht dat een paar duizend boeren het centrum van Athene, naar het centrum van Athene komen vanmiddag. Maar waarschijnlijk niet met hun tractoren zoals vorig jaar is gebeurd. Het zijn voor een aanzienlijk deel boeren die gelieerd zijn aan de communistische partij. Eigenlijk de harde kern. De communistische partij heeft opgeroepen tot deze demonstratie. En andere boeren willen om die reden juist niet meedoen. En hebben dus te kennen gegeven dat ze nog steeds willen... Nou, ik zou de arm ook even laten zien, hè. De spiegel, kan je mooi kijken. En ja, er is dus ook verdeeldheid onder de boeren, dat is duidelijk. En wij zeggen, ik noem ook wel gewoon trekkers tegen tractoren, maar die nemen ze nu niet mee, omdat de vorige keer wel erop gedorven was. Mensen vonden het protestje wel leuk, maar dat ze de hele binnenstad daar ontregelden, was ook weer niet de bedoeling. Ja, precies. Het was vooral de regering die daar tegen was toen. En ze hebben toen uiteindelijk een deal gemaakt dat ze met 20 tractoren, trekkers, voor het parlement mochten rijden. Dus, maar dat zal dit keer niet gebeuren, denk ik. Oké. Okay. Connie Kees, dankjewel. Hey, Athene, dus dat protest vandaag. Waarom zit je nou mee te schudden als het over deze brug gaat? Als ik zeg trekkers... Ik zal mijn hoofd stil houden voortaan. Ik zal geen beweging maken. Je ook wel eens over de hefbrug in Rotterdam gaat, dan moeten we ook zeggen de hefbrug. En wij zeggen trekkers tegen tractoren. Ja, ik heb het ook over trekkers. Kom je in het Groningen? Hoe is dat dan? Sorry, ik kom er nog goed rond. Ja, ik denk het wel. Valentijnsdag, natuurlijk. Ik zal zo meteen een bloemetje voor je plukken. Vertel nog even snel wat er in de ochtend zit. Stadpark plastic. Kim Putters is zo meteen de gast, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, over wat de verkiezingsthema's zouden moeten zijn bij de partijen, aan de hand van wat alle kiezers eigenlijk willen. En in Stand.nl gaat het over dat de verkiezingen juist over de rechtsstaat moeten gaan. Ja, het is een mooie dag vandaag. Dat scheelt. Een beetje smal, maar ja, goede chauffeur, dus dat zit wel goed. Verder is er ook een grote groep Nederlanders die het idee heeft dat Nederland zijn eigenheid verliest. Er moet een deltaplan komen tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarvoor pleiten de burgemeesters van 5 Brabantse steden en de Brabantse commissaris van de Koning. Ja, in de zomer zal een drama zijn, denk ik. De onderwereld zit steeds meer met de bovenwereld en is het tijd voor die tuinies, rigoureuze maatregelen, zoals versoepeling van wetgeving om die groene tuintjes aanpakken. Translink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, heeft in 5 jaar tijd 55 miljoen euro winst gemaakt, meldt het AD. Het bedrijf verdient vooral aan de verkoop van de kaarten. Die gaan over de toonbank voor €7,50, maar kosten het bedrijf maar 88 cent. De kaart zou eigenlijk alleen kostendekkend moeten zijn. Translink zegt dat een schuld afbetaald moest worden. Wel overlegt Translink met vervoersbedrijven of een prijs... Maar dat is toch belachelijk als je een schuld hebt. Dat betekent, bijvoorbeeld moet je jouw schulden betalen. Ja. Het is toch werk om je schulden te betalen. Als ik een schuld heb, dan krijg je ook niet bankpoort op. Dan moet ik eerst mijn schulden betalen. Nee, dat kan niet. Nee, dat is niet normaal. Dat hij toen nog een burger was. Weer vandaag volop zon en droog. Het wordt 5 graden in het noorden en zo'n 11 graden in het zuiden. Morgen nog wat warmer. In Limburg kan het dan 15 graden worden.
kilometer, kost je ongeveer 3 kwartier. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen op de ring van Amsterdam. Nou, hier staat helemaal geen bak. De Oud-Zuid, 6 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. Vertraging daar ongeveer 10 minuten. En na een ongeluk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10, 12 kilometer file. De rechterrijstrook weer dicht. Vertraging bijna een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ja, sommige stukken wel glad hier, dat kan je wel goed zien. Sommige kleine stukjes. Ja. Fotograaf moest het beeld maken, vertelde hij bij RTL Late Night. I have to decide if I'm going to be killed. I have to.